De winnaars van de vierde Bike of the Year-verkiezing van VAB zijn gekend. Na de testdagen in het Van Nys Cycling Center werden op 29 maart de winnaars bekendgemaakt tijdens een officiële prijsuitreiking op het VAB-hoofdkantoor in Zwijndrecht. De prijs voor beste e-bike voor de jaargang 2018 ging naar de Mavero Neo City 3 van het Amerikaanse Cannondale, dat zich de voorbije jaren sterk heeft toegelegd op het e-bike segment. Sinds ongeveer 8 jaar zijn we ook gestapt in het e-bike segment. We zijn eigenlijk de pionier op e-bikes samenwerking met Bosch geweest in 2009. Exclusieve samenwerking opgestart met Bosch voor de middenmotor. 2012 als eerste op de markt gekomen. Direct een prijs gewonnen in Holland. Dat succes hebben we nu verder proberen uit te bouwen door een nieuw kader te ontwerpen. Met daarop een andere batterijplaatsing, zodat mensen het gewicht van de fiets nog meer naar beneden kunnen brengen. Wat resulteert eigenlijk in de beste sturende en beste rijdende fiets. Tijdens de prijsuitreiking stelde VAB ook de resultaten van zijn driejaarlijkse fietsbarometer voor. Daaruit blijkt dat de Belg sinds 2015 massaal de elektrische fiets heeft ontdekt en dat de populariteit van de e-bike ook in het woon-werkverkeer alleen maar verder zal toenemen. Wij doen al sinds decennia lang de gezinswagenverkiezing van het jaar. Nu doen we ook de fietsen van het jaar. VAB staat voor multimodale mobiliteit. We zijn al lang niet meer enkel een club van automobilisten. We zijn de organisatie die de mensen die mobiel zijn, die onderweg zijn in België of zelfs in het buitenland ondersteunt. En de fiets maakt daar meer en meer deel van uit. Zowel recreatief, wat we in België en Vlaanderen al lang doen, maar nu ook veel meer ook het functioneel fietsen, het woon-werkverkeer fietsen. En om die trend te stimuleren, reikt de VAB dit jaar voor het eerst ook een trofee uit aan de beste fleet e-bike. Dat vinden we een belangrijke categorie, omdat we merken dat met de mobiliteitsproblematiek van vandaag, dat fietsen, het functioneel fietsen, het woon-werkfietsen, het fietsen binnen bedrijven aan belang begint toe te nemen. Daarom hebben we die categorie erbij gecreëerd en waren er ook speciale criteria. Heel belangrijk daarbij is heel het aspect van ontzorging voor de klanten, voor de bedrijven, waarbij dat we gaan kijken zijn naar de criteria zoals fietsverzekering, fietsgarantie, fietsbijstand, maar ook heel het naverkoopproces, hoe gestroomlijnd loopt dat, want dat is voor bedrijven toch wel heel belangrijk. Na lang wikken en wegen viel het oog van de vakjury, bestaande uit de fietsspecialisten van het jaarboek Belgische e-bike hits, de uitgever van het magazine Fleet, een aantal spelers uit de Belgische leasingwereld en hun fleetklanten op de AEB 800 belt van het Duitse Velo de Ville. Naast de beoordeling van de fiets zelf, was er in deze categorie ook speciale aandacht voor de serviceaspecten voor de bedrijfsklanten. Dus de fiets is een fiets met Bosch motor, met een riemaandrijving, wat hem heel stil en onderhoudsvrij maakt. Ook geen vettige ketting meer. Dat is eigenlijk het grootste voordeel van die fiets. Voor bedrijven kunnen wij ook aanbieden dat het in bedrijfskleur is met bedrijfslogo erop. En wij bieden daarbij ook onderhoudscontracten aan natuurlijk. Ten eerste is de kwaliteit van de fiets zeer goed, dus er zal weinig aan miskomen. Komt er wel iets aan mis, dan kunnen wij een vervangfiets bieden en herstellingen de dag zelf. Zeer aangenaam verrast. We hebben natuurlijk een zeer innovatief product. En zo'n prijs is echt een erkenning van onze kwaliteit en van ons concept van het samenstelbaar maken van fietsen, wat andere merken niet doen.